Gordon ontkent ten stelligste dat hij voorafgaand aan het veelbesproken interview met Bo van Ervendoris eisen heeft gesteld over de te bespreken onderwerpen. Nee, dat is echt complete onzin. Ik zou nooit dicteren waar we het wel of niet over moeten hebben. Mijn ex is voor mij een afgesloten hoofdstuk, al heeft het bijna mijn leven gekost om daar doorheen te komen, benadrukte Gordon in een recent interview met The Weeknd, vlak voordat hij tijdelijk uit de media verdween. De kritiek op het kritiekloze interview met Gordon, waarin hij vrijuit kon praten over zijn ex-partner Gavin Rosario, heeft een schaduw geworpen over de carrière van Bo van Dorens. Het morele kompas van de entertainmentwereld leek te haperen, aangezien Gordon zonder enige tegenspraak beschuldigingen van schizofrenie uitte en zelfs een tragisch familietrauma onthulde: de zelfmoord van Devins' broer. De mediakenner Victor Vlam kon de houding van Bo niet begrijpen en suggereerde dat er wellicht afspraken waren gemaakt om kritische vragen te vermijden. Gordon weersprak dit echter krachtig, en volgens hem zijn dergelijke eisen nooit aan de orde geweest. Desondanks bleef de kritiek aanhouden, niet alleen op het interview met Bo, maar ook op Gordon's emotionele terugkeer in de media, waaronder huilinterviews bij Verborgen Verleden. Gordon legde uit dat deze programma's toevallig kort na elkaar werden uitgezonden. Waarbij Verborgen Verleden werd opgenomen slechts een maand na zijn breuk met Kavin. Dat was een zwaar jaar voor mij, en mijn emotionele reacties zijn inherent aan mijn persoonlijkheid als gevoelige kreeft, voegde Gordon toe. Opmerkelijk genoeg wijst Gordon ook naar Verborgen Verleden als de drijvende kracht achter zijn recente muzikale comeback. Mijn deelname aan dat programma heeft me over de streep getrokken. Ik ontdekte dat ik afkomstig ben uit een zeer muzikale familie, beroemd in heel Europa. Dat raakte me diep en inspireerde mijn terugkeer naar de muziekscène.